Oh, it was so happy. Had to squeeze you. Really happy. Part of the charm is that I really like just throwing myself out there, right? Oh, I loved it so much. Otherwise, I could forget it, you know? To start as a nobody in a city like this is so difficult. Yeah, everyone. Trace was great. Trace is great. Good Trace is awesome. Yeah, that's great. All right. If they're there, I give you my beer. Is it okay? Yeah, not now. They're gonna do 5 minutes. Okay. I announce you, Hans Klok, one of the most world-famous magicians you will ever see. Toen ik klein was, had de KRO, die zond altijd van die goochelprogramma's uit. En kon ik me zo... De truc die me het meest verbaasde, dat je iemand in de lucht kon laten zweven. Goedemorgen. Ik vond dat zo fascinerend en zo. Dat je iets kan doen wat niemand begrijpt. Je hebt niks... Wat? Wat stuur je? Ik heb geen bescherming. En had je ook die act met die 3 zwaarden waar ze een vrouw op legde. En dan haalden ze 2 zwaarden weg. En dan bleef die vrouw zo balanceren op de punt van een zwaard in haar nek.
En een van mijn vrienden toen, wij waren een jaar of 10, die haalde me altijd op als we naar school liepen. En die zei van, nou, ik weet hoe het gaat. Ik zeg, hoe gaat het dan? Hij zegt, ja, ze ligt niet echt op die zware. Ze zweeft er gewoon een heel klein stukje boven. Ja, maar hoe kan dat dan, weet je? Als illusionist doe je dingen waarvan je hoopt dat ze zouden kunnen. Dat je echt iemand kan laten zweven. Ik vind het een hele leuke vorm van entertainment. Dat mensen verbaasd zijn. Eigenlijk hou je ze voor de gek, weet je. Want eigenlijk zou je wel eens willen schreeuwen van, zien jullie het dan niet? Maar nee, mensen zien dat niet. Ja, lekker. We hebben even gebeld met meneer Van Ende. Stiekem, Hans. Ja. Ik vind gewoon dat hij netjes terug moet doen. Dat heeft hij dus nog steeds niet gedaan. En de secretaresse zei van, u wordt teruggebeld. Dus we kunnen, ja, vind ik eigenlijk vandaag nog een keertje bellen. Ja, ik heb er natuurlijk heel veel met mensen over gesproken, hè, over die afweging. Of Dubai of Joop van den Ende, als hij met iets goeds komt. Dan moet je ook nog maar afwachten. Ja, precies. Ja, maar kijk, het is natuurlijk voor ons interessant om toch met Joop te praten. Want kijk, als wij deze deal maken, dan ontslaan we iedereen uit de BV vandaag. Ja. We zeggen, nee, we gaan nieuwe strategie. En als jij met mensen verder wil die je nu in dienst hebt, dan gaan ze een freelance contract aan. Want wij gaan een nieuwe... Maar kan dat helemaal dan? Jawel. Ja, dus, ik denk dat je gewoon, ja, je moet een ongelimiteerde show schrijven. Gewoon zonder na te denken. Zonder na te denken. Van, nou, dan vraag ik, trek een kaart en dan zweef ik even naar de 85ste rij. En die vrouw die steekt haar hand omhoog en die trekt een kaart uit het spel en dan zweef je weer terug. Weet je, hoe je dat dan gaat doen? Dat is aan de techniek. Precies. Huh? Nou, kijk, even over Joop van Ende. Misschien moet je toch zelf even de telefoon nemen. Zeg maar, nou, Joop. Wat is het plan? Ja, ik heb zoiets van, nou, de bal ligt bij hem, hoor. Ik bedoel, hij belt mij op dat hij een waanzinnige show wil maken. Dan bel ik. En dan zeg ik van, nou, maar luister zo. Wij zijn in een vergevorderd stadium met allerlei plannen. We willen heel graag met Joop om de tafel. Ja. En dan kan ik toch gewoon zakelijk om vragen. Ja. Oké, okay, nou goed. Nou, dit is de calculatie. Ik heb een budget opgenomen van €1 miljoen voor de ideeën. Ja. Nou, voor het bouwen en realiseren van de show heb ik maar een bedrag neergezet van €8 miljoen. Dus puur het bouwen van de show. Nou, je moet aan je eigen muziek denken. Ja. Ga je bestaande muziek gebruiken? Nou, ik niet doen in dit. Ik zou dan echt eigen muziek maken. Als die muziek geschreven wordt, moet dat ingespeeld worden door een symfonieorkest. Je bent €200.000 verder, hoor. Nou, maar dan moeten we dat meenemen in de investeringen. Dan gaat het nu hiermee in de investeringen. Dus muziek, denk je €200.000 niet meer? Nee, veel meer. Muziek. Zelf maken. Het is wel chic als we het zelf maken. Daar hebben we gewoon €1 miljoen voor mee. Ja. Nou, voor dansen heb ik een budget van €500.000. En heb ik nog een stelpost meegenomen van €2 miljoen onvoorziene dingen. €500.000 kleding. Een filmopname heb ik €3 miljoen meegenomen. €1,8 miljoen marketing. 180.000, is dat een normaal bedrag? Hè? Nee, dat is allemaal gestreken. Ja, maar... Kijk.
Hier zit toch nog een kleine fout. Ja, nou, ik zou zeggen, ga er zelf achter zitten. Ja, toch? Kijk. Ik neem deze neem ik gelijk mee. Mag ik deze meenemen? Van mij wel. Ik neem alleen dit stapeltje mee. Oh. Dit is van Frank. Ja. Hij was 4, 5 jaar dat hij tegen mij al zei, mam, ik wil wereldberoemd worden. Ik zei, ja, kind, je wordt wereldberoemd. Toen heb ik hem naar bed gebracht. En toen zei ik tegen Klaas, de woont nog permanent. Ik zei, nou, Klaas, er ligt er boven en die wil wereldberoemd worden. Dat is gewoon zo. Ik heb altijd vergangen te gaan, dat maakt er niet uit. En toen was het de jaren 16, 17, toen ging ik pas niet geloven, maar niet eerder. Ik heb altijd gedacht, nou, die zoekt wel een ander vak of zo. Hij was alleen maar met goochelen bezig. Op zijn kamertje. Hans is mijn achterneef en mijn neef was dus zijn vader, Klaas. En Klaas was een hele goede relatie van bij ons familie. Nou ja, dan komt er helaas de tragische gebeurtenis dat Klaas komt te overlijden. En het frappante daarvan was dat een week of een maand daarvoor was mijn moeder jarig en Klaas was op die verjaardag. En toen hebben we heel intensief over Hans zitten praten. En toen in dat gesprek kwam eigenlijk naar voren dat... Dat Klaas tegen mij zei van, nou ja, als mij ooit eens een keer wat gebeurt, Kees, zou je dan Hans willen helpen om hem, als hij nog niet zover is, om hem naar het wereldpodium te krijgen. Ik zei, nou, Klaas, altijd, geen punt. Maar helaas, dat gebeurde inderdaad. Dus Klaas kwam te overlijden. En toen ben ik naar Hans toegegaan. Op dat moment was zijn broer, had hij directeur gemaakt van de BV. En heb ik hem dat verhaal verteld. Ik zei, Hans, ik wil je graag ondersteunen en je helpen om verder te komen. Dat is nu inmiddels 3 jaar geleden. En toen zijn we dus begonnen. Hey, Wouterklok. Ja. Ja. En toen, kijk, ik zit bij ons nu. Ben ik weg, maar ik zou bijvoorbeeld, anders kom ik donderdag even bij jou. Ja, half uur voor foto en interview. En dan ja? Op het museum. Oké, je bent gewoon op je eigen zaak. Je hebt mijn functie is puur het zorgen dat Hans veel in de media komt. En ik was hoofd van een basisschool. Die baan heb ik van Hans opgezegd, ja. En je vader gaat dood en die regelt alles voor Hans. En Hans vraagt mij om te komen, daar ga je. Het is familie, dat doe je. Dat is je broer. Ik voel me wel eens... Echt een grote broer die achter me loopt op dat levenspad. En af en toe, als hij een beetje te veel naar links gaat, een beetje naar rechts duwen. Een beetje... En dat zal hij zelf niet zo voelen misschien wel. Het was liefde op het eerste gezicht, eigenlijk. Ik was eerst een vriendje. En Hansie. Nou, die was 22 en ik was 35. Hij scheelde 13 jaar, hij was natuurlijk wel helemaal hartstikke bleu. Maar ja, hij kon helemaal niks, hij kon alleen maar goochelen. En een boodschap kon hij nog ineens doen. Hij zegt ook altijd, ja, ik zeg, godverdomme, je doet hier geen kloot in huis. Hij zegt, ja, ik logeer toch bij je. Hij was 14 jaar staan. Alles wordt uitgeknipt. Alles wat ik verzamel of krijg, dat gooi ik in die krat. Nou, dan ga ik weer uitknippen. Zo. Oh ja. Nee, doe je best direct. Ja. Okay. Hey, ik ga niet meer naar boven, want ik ga direct naar de spotty, skate. Hey, hoor dan. Ja.
answer to all answers I can't find. Baby, I want you come, come. En wat is straks de snelste weg naar de volgspot? 4 voor. Ik vind het altijd heel leuk om naar Hans toe te gaan. Je bent er even uit. Het is altijd natuurlijk een feestje. Dus de mensen zijn altijd vrolijk. En daarom vind ik het ook altijd leuk om de volgspot te doen. Omdat je dus dan niet alleen maar daar komt om zijn tasje vast te houden. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik wil wel wat te doen hebben. Hans, 5 minuten. Jezus. Nou, dan moet ik opschieten. Ik zie mijn broer natuurlijk in zijn werk niet als mijn broer. Het is gewoon iemand die je hoger op wil krijgen. Heel duidelijk, ja. En daar doe je alles voor. Iedereen die gaat er ook volledig voor. Dat is heel bijzonder met Hans. Het is een verslaving. Absoluut. Je hebt mensen heel vaak nodig. Ik heb nu iemand voor me werken die ik nu pas betaal, na een jaar eigenlijk. Maar die al een jaar lang dingen voor mij doet. En die alleen maar zegt van, nou, het komt wel een keer. En we gaan wel een keer geld verdienen. En zo is het al jaren bij Klonk. Heel veel mensen denken dat ze dicht bij hem staan. Ja, en dat valt dan toch wel mee. En dat geeft niet. Laat die mensen dat nou maar denken. Dat vind ik wel fijn voor die mensen. Maar ja, ik ben Hans om 2 uur 's nachts op in zijn auto. En we gaan nog stiekem even een cafeetje in. Bijna iedere dag, weet je. En dan ben je wel echt zijn broer. En dan pak je dat privilege ook. Hey, dag. Leuk dat jullie er waren. Doei. Ik ben heel benieuwd. Nee, het was geweldig. Het is wel, als dit doorgaat, ja, dan zit je gewoon op een ander niveau. Dan heb je het over... toch, Kees? Ja, nee, Frank, we zijn klaar. We zijn helemaal klaar. We hebben een concrete aanbieding gekregen van de firma States Holding voor Hans Klok. Die gaan dan, en dat is wel heel erg uniek, die gaan dan samen een nieuwe bedrijf beginnen. En die nieuwe BV die koopt eigenlijk de oude Hans Klok Illusions BV, ja, met alle rechten. Dus daar kunnen we flink geld voor vragen, 4, 5 miljoen euro. Wat? Waarmee die meteen miljonair is. Nou, en dan is het natuurlijk ook zo. En u ook bedankt voor het. Ja, daar kwam ik aan de kant. Dat had ik al gedacht. Nee, maar... Wat uniek is, wat hij zei, ik heb nog nooit in mijn leven, heb ik zeg maar met een artiest, ben ik een bedrijf begonnen. Hij zegt, de eerste keer in mijn leven dat ik dat ga doen. En Joop van Denen ging de hele tijd uitleggen van dat je vetorechten houdt. Zo, daar kun je echt
op een gegeven moment in een vergadering zeggen, nee, dat wil ik absoluut niet. Ja. Dat ja, maar je moet er wel uit onderhandelen. Dus je moet wel wat dingen op gaan schrijven. Ja, dus het was eigenlijk heel goed. Tja. Klinkt geweldig. Ja, klinkt super. Maar ja, we zitten natuurlijk nu wel ook een beetje met Marcel Boekhoorn, want we hebben in principe gezegd dat... We zitten in de Rolls Royce. Hij gaat links of hij gaat rechtsaf. Ja, dat is wel. Het is een, de grap is, we hebben hier een aanbod, hè? Het is een concreet aanbod. Dit is concreet, ja. Dus we kunnen morgen gaan onderhandelen. We kunnen over 4 weken eruit zijn. Had je een beetje van die, saus, sojasaus? Lekker. Ja, dankjewel. Ik was een beetje, ik moet je eens zeggen, want ik vond de aanbieding van Marcel Boekhoorn zo geweldig voor Dubai. Maar nu is dit weer, want dit geeft me artistiek veel meer mogelijkheden. Want ze willen gewoon graag met me in zee, maar ze zijn ook wel kritisch. Dus daar kun je alleen maar beter van worden. Gerda, kom binnen. Zo, Gerda. Mama. Oké, okay. Vertel. Nee, Joop van Denen was heel positief. Maar hij zegt, ik zou jou het liefst een contract willen geven voor 5 jaar. Vanaf 5 jaar. En dat je begint in Europa, dat je heel Europa doorreist. 6 dagen in de week, 5 jaar lang. Ja. Nou, dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden. Want dat is natuurlijk de manier om wereldberoemd te worden. Is natuurlijk in alle landen optreden. Niet alleen maar in Dubai. Kijk, in Dubai komt de hele wereld. Nee, maar dat is toch zo? Jij wordt wereldberoemd, dat weet je. Ja, maar ga niet vanzelf. Dat we genoeg pretpark hebben gedaan nu. Zijn er een beetje klaar mee? Ik hou je eraan. Ja. Ik vind dit heel leuk, maar ik ben nu 36. En in zo'n pretpark staan verschillende kinderen 4 keer per dag. 7 dagen in de week. Ik vind het mooi geweest. En dit is gewoon de kans. Dit is mijn kans voor, dit is de kans voor je leven. Als je dit verkloot, als je dit niet goed aanpakt, dan dan komt er niet zo snel weer zo'n kans. Dat iemand die daar zoveel geld in gaat investeren. Iemand die zegt, ja, ik vind je goed. Maar het moet alleen een stap professioneel. Het moet veel groter. Oké, jij doet leuk. Je doet een paar Egyptische trucs. Maar er moeten gewoon 20 kamelen over die bühne lopen. En er moet even een piramide uit de grond komen. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Dan maak je het wel weer even vetter mee. Wij weten nog helemaal niet. Nee, maar we weten officieel niet wat het voor ons, of het voor ons iets gaat veranderen. Of dat het allemaal hetzelfde blijft. Weten we niet. Natuurlijk gaan er wel dingen van bovenhand veranderen. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik denk wel dat zolang wij nog 1 team zijn, en dan kan er een andere naam of een ander stickertje op plakken, maar het blijft ons, snap je? Ja. Dus, en wij zijn zo'n hechte band. Ik denk niet dat dat veel zal veranderen. In principe zijn we natuurlijk al zo lang samen. Je bent al bijna familie van elkaar. 8,5, 9 jaar. Dus, If you do magic, you have to be very close to each other. Yeah. No, but seriously, because it's on a trust, you know? It's on a feelings, on a trust. I don't know how to explain it. But it's really neat, special. Yeah. Yeah. No, you're depending on each other. Yes. Yeah. So you really have to feel each other with your back, you know? Yeah. It's very special feelings. Yeah. Maar we gaan een gesprek krijgen. Volgens mij na Duinrel. Ja, mag wel. Ik heb niks te doen. We weten gewoon met z'n allen dat het zo niet langer door kan gaan zoals dat we nu met een heel klein koppel aan het werken zijn. Ik heb natuurlijk meegemaakt dat, dat was het eerste jaar dat ik voor ons werkte, dat we de Duitse Tour kregen waar we 1,8 miljoen verlies hadden. En dat je na die tijd de schouders eronder moest zetten om het bedrijf er bovenop te tillen. En nu
dat je eigenlijk erachter komt dat het niet gelukt is met z'n allen. Dat je toch een grotere organisatie nodig hebt om daadwerkelijk Hans' dromen te verwezenlijken. Het zijn eigenlijk Hans' dromen, ja, die wij aan het verwezenlijken zijn. Het is wel heel leuk om er een deel van uit te maken. Maar ja, hij is degene die na die tijd onsterfelijk is. Op mijn grafsteen komt echt niet te staan Ton Vink, het hulpje van Hans Klok. Komt er echt niet op te staan. Nou, ik heb foto's gevonden, maar ik heb er maar een paar. Even kijken, als jullie dit nou even vasthouden. Alsjeblieft. Heeft er nou iedereen er een, jongen? Nee, zij nog. Dan wel. Oké, dankjewel. Heer de morgen ook. Wij zijn er allemaal morgen. Denk dat we onze laatste dag nog supporten. Ja, super. Laat je zomaar niet gaan. Wat ik begrepen heb dus, is gaat Hans met de Stage Entertainment samenwerken. In ieder geval, ik weet niet precies hoe het zakelijk in elkaar zit, maar Stage Entertainment heeft natuurlijk een vaste afdeling. Hè. Daar worden mensen, ja, die gaan naar het werk doen wat nu een aantal mensen zeg maar, voor Hans Klok doen. Dus er is nog veel onzekerheid, wie blijft en niet. Maar ik weet toch niet, ik heb ook bij Stage Entertainment een paar maal aangegeven van kan ik niet eens komen praten. Hans vindt dat ik zijn PR heel goed doe, hij heeft ook aangegeven dat hij graag met mij verder gaat. Maar ik weet niet, ik krijg daar geen uitspraak over, nee. Dat wordt allemaal vooruitgeschoven. Dus. Hoe was het vandaag, vertel? Was het leuk? Ja? Kitty Hart kwam langs, oude danseres waar ik vroeger mee gewerkt heb. Oh, die kwam naar mij toe van de week. Ja, zo was van de week ook, ja. Ja, ze Kitty Hart. Zo is altijd, weet je dit alles niet? Nou ja, morgen de laatste dag, daar wel. Nou, ik ben blij voor je hoor. Ja, het is mooi geweest. Doe je niet meer hoor, 7 dagen? Mm-hmm. Nee, dat vind ik ook fysiek te zwaar. Ik vind het zelf ook te zwaar. Ik kan het ook helemaal niet combineren met mijn uitgaan. Je weet wat je vader altijd zei, hè? Ja. Als je dat kon laten staan, de helft, dan heb je de helft gewonnen. Ja. Dat is ook zo. Je hebt voorbeelden genoeg gezien. Nu zijn er nog. Noem geen naam. Last day! Party time! Freedom! I'm sure. So. Fantastic moment was. As a company. Thank you on board. Yeah, thank you. Cheers. Congratulations.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm very happy to be on board on this unbelievable company, and I think, I hope it will bring me where I really want to be, you know. We've been through very hard times actually since my father died. This was a horrible time. And we did a lot of different things. We had to do all the fun parks and we had to do all the circuses and the nightclubs. And of course it brought us a lot of money so we could invest. But beside that we were always dreaming for something, a big goal, something that was much bigger than we did till now. And I especially want to thank Kees for what he did. Actually, just for free, because I'm only your cousin, nephew, how you say that? Cheers. And I want to thank the man who did most for me, for the whole Hans Klok business, who built the best tricks till now and who was always behind us and believed in me when I was 10 years, and that was my father. And I'm sure he's here, and he really, that's a little bit difficult, but he should be here, actually, mm-hmm. And it's a pity that he's not. But I'm sure he's here and follow us wherever we go. And let's go for it, guys. Let's make this show. Bye. Cheers. What cross? He was really the person 26 years ago. Ik heb nog steeds, dat is echt iets in mijn leven dat ik geen plek heb kunnen geven, dat mijn vader er niet meer is. Maar dat kwam ook niet alleen omdat mijn vader was, maar ook mijn vriend, mijn beste vriend, die altijd, waar ik alles mee, we deden alles, we waren altijd samen, gingen altijd samen op reis, of naar die optredens en hij maakte dingen en mijn vader dacht heel groot, was een echte ondernemer. Ik had net het contract voor de Efteling had ik getekend en ik ben blij dat mijn vader dat geweten heeft, want we hadden heel veel schulden, ik had heel veel schulden en met die Efteling kwam ik daar een heel, heel grotendeels bovenop. Maar ik had wel gehoopt dat mijn vader mee had gemaakt dat ik echt een groot succes zou hebben. Ik mis hem anders dan Hans. Ik mis hem gewoon als een vader. Mijn vader was natuurlijk heel erg met Hans bezig. En daardoor was hij onbereikbaar. En nu heb ik hetzelfde. Ik ben zo met Hans bezig dat ik ook onbereikbaar word voor anderen. Maar ik zei toen ook al tegen hem, je moet niet zo hard werken. En je moet je niet zo op je kop laten zitten. En precies wat mensen nu tegen mij zeggen, zei ik toen tegen mijn vader. We werken nu eigenlijk de oude afspraken nog af, die door Hans Klok Illusions zijn gemaakt. Die doen we wel in beheer nu van Stage Entertainment Magic, maar voor ons is er eigenlijk heel weinig veranderd op dit moment. Mijn jongens, Ton en Bobby, die zijn mee, Nathalie en Debbie zijn mee en Sarine is ook alvast in. Ik ben blij dat het allemaal geregeld is, want arbeidsvoorwaarden zijn veel beter geworden voor de mensen. Veel beter dan dat ze bij mij werkten. Ze mogen nu maar 40 uur in de week werken. Bij mij werden ze 40 uur betaald in de week, maar ze werkte zeg maar, zal maar het dubbel of zo. Hans was geïnterviewd door iemand van de Telegraaf. En die wist dat Hans zou gaan samenwerken met Joop, in ieder geval met het bedrijf. En die vraagt daarna, je kunt het moeilijk ontkennen. Dus we hebben eigenlijk zo min mogelijk gezegd. Maar ja, het staat toch in de krant, twee regeltjes maar. Ja, daar waren ze kwaad over, maar ja. Ze beantwoorden de mails niet, ze telefoneren niet terug. Ja. Ik hoor al maanden niks van ze. En dan opeens, omdat het eens zo'n artikeltje hoge poten. En trouwens, ik vind helemaal niet dat we daar toestemming voor moeten vragen. Nee, vind ik ook niet. Klaar. Dat is onzin.
wij hebben altijd met 0 euro budget heel veel pers gehaald. Wij zijn gewoon, ja, wij zijn ook cowboys. Wij zijn gewend om dat anders te doen. Ja, tuurlijk. Iedere pers die we kunnen krijgen, die pakken we. Ik heb tegen hun gezegd, ik zeg je van, sorry, we moeten goed samenwerken. En dat gaat ook lukken, maar we gaan wel eerst zeggen dat dit soort gezeik willen we niet aan ons kop hebben. Nee. Ik heb Jo van Den een paar maanden geleden gebeld van wanneer we het bekend zouden maken. En toen zei hij van, ja, dat moet heel erg snel. En toen is er één keer een datum geweest dat ik niet kon, dat ik in het buitenland zat voor een optreden. En later is er nooit meer op teruggekomen. Ik begrijp ook wel dat ik waarschijnlijk niet het belangrijkste project ben. Alleen als ik door hun boek blaad, er is een heel mooi boek, zat in het kerstpakket. Daar zitten natuurlijk alle... Ja, het is echt geweldig wat ze doen. Maar heel veel dingen die ik erin zie aan shows. De Blue Man Group is een bestaand iets wat ze gekocht hebben uit New York. Dirty Dancing is een bestaande show. Tans des Vampires is een bestaande show. Cabaret is een bestaande show. Het zijn natuurlijk allemaal shows waar ze patent op... Je koopt iets. Je koopt een verhaallijn, je koopt liedjes, je koopt kostuums. En op een gegeven moment ga je dan Hans Klok doen. En dan is het gewoon een blanco papier. En ik vind het, ik bedoel, ze presenteren het geweldig. Maar we moeten wel gaan beginnen, anders zie ik de show niet afkomen. In de magische cirkel die Piste heet, wordt het nu tijd voor een magier. En als ik u vertel dat hij uit Holland komt, dat hij blonde haren heeft, dan begrijpt u misschien al wel wie er voor u op gaat zijn. Dames en heren, ik wens u veel plezier en nog veel verbazing bij het optreden van... Hans Klok! Ambition, because I think if you want to be artist, you must be best. You have to take all world, not like one country or no, everything, everybody. That's the meaning. Otherwise, stay home. You have to be best. But to be best, yeah, it's very lonely. Eergisteren hadden we feest. Het was een heel leuk feest. En daar gingen we nog met een paar van die acrobaten de stad in. Om 5 uur terug. En toen zei ik tegen de nachtportier van Carré, ik zei, ik moet even mijn sleutels pakken hoor. En toen kwam ik mijn kleedkamer binnen, zag ik een bankje. Ik denk nou... Ik ben nog even gaan liggen. Dus ik ging liggen op die bank. En toen werd ik wakker dat Gert-Jan Dreugen zei, en goedemiddag, welkom bij het Wild Kerstcircus. Het was 12 uur. Ik denk, shit. Maar ik vond het wel toppunt van romantiek, dat je gewoon in Carré, wie kan zeggen dat hij in Carré heeft geslapen? Toch? Oh, gaan we weer eens even? Ja. Wouter doet nog mijn tour in Duitsland. In Oostenrijk-Zwitserland, die tour die ik al gepland heb. Dus we werken sowieso samen tot en met eind maart. Ik heb gewoon gezegd, Wouter, je moet zorgen dat je in de kijker spelen. Die mensen gaan straks al mee met die tour. Daar ben jij bij en dan zij gewoon zien dat jij het hartstikke goed doet. Hallo. Hi. Hi. Wouter. Hi, hey, alles goed, joh? Ja, Wouter. Leuk dat jullie er zijn. Die even voor backstage. Dank je. En die mag je houden. Dus. Lekker. Met ruiklekker, ja. De Hans even zoeken.
Dat is een stage entertainer. Waar is de wagentje? Ik heb hem gevraagd om hier te blijven. Kijk, het beleid, ons beleid is geweest, we gaan alleen maar investeren. We maken alles weer op. We nemen gewoon zo groot mogelijk een show mee. En we spelen ons ergens in de kijker. En dat blijkt toch een gouden formule te zijn. Want je kunt wel... ik snap af en toe niet hoe we het voor elkaar gekregen hebben. Nee hoor. Wat zeg je? Was je wat kwijt? Nee, helemaal niet. Is Maria aan het zoeken? Ik was mijn vader te make-up. How are you doing? Nice to see you. Ik heb hem verteld dat ik gewoon van baal dat ik al maanden niet weet wat de situatie is. En Hans... ik denk dat hij zich aan irriteert dat ik me zo zorgen maak. Want hij houdt niet van zorgen. Hans houdt niet. Hans is een heel levenslustig mens. Dus hij vindt dat ik me onnodig zorgen maak. En ik vind dat ik recht heb om me zorgen te maken. Ik krijg in januari bijvoorbeeld geen salaris. Dat is al vrij lastig. En ik weet niet of het doorgaan mag gaan voor Hans. En ik heb pas half februari een gesprek. Dus ja, je wil nog graag even in het bootje mee. But I like what is nice on it. It's a totally different style of Hans Klok. Because I'm always there. Now I talk quite dark to the audience. Spannend hoor. Ja, leuk. Leuk. Voor Wouter is het nog wel onduidelijk, maar ik heb altijd gezegd, jongens, ik kies nu voor mezelf. Ik heb altijd iedereen betaald. Ik ben goed voor iedereen geweest, ook voor mijn broer. Die heeft in het begin ook fouten gemaakt dat hij directeur was. Maar ik kon niet, dat ik gevraagd had voor jouw vrienden, kan ik niet zeggen, nou, ik ga naar jouw vrienden, maar ik neem mijn broer mee en ik neem die mee, dat ik uiteindelijk 10 mensen meeneem. Want dan gaat iemand toch denken, ja, zal ik het dan, moet ik dat wel doen, want ik neem ook iemands hele verleden mee. En de assistent, dus tuurlijk heb je die nodig. En de technische, ja, daarvan heb je er een paar nodig. Maar iemand die de PR doet, zou zo'n Joop van Ninde, als ik hem was, zou denken, ja, hallo, mijn hele imperium bestaat uit PR. Als er iets is wat ik weet, is het dat. Ja, hij moet het even verdienen, weet je. Dat is het gewoon even. Hij moet het gewoon even verdienen. Daar zit er ineens van stage entertainment. Daar zit ook tot. Waar zou dat? Daar, met die rode jas. Dat is de assistent van Joop van Ninde. Links kijken in een blauwe trui. Ja, ik heb mijn ogen toch ook niet in mijn zak zitten. Ja, laten we eerst even beginnen met iets waar ik erg van schrok. Joop van den Ende, hè, gedotterd. Laten we toch beginnen met de zaken van leven en dood, waar het om gaat. Joop had de hartklachten afgelopen donderdag, is naar het ziekenhuis gebracht, is gedotterd. En dan denk je toch weer van, ja, wat wil je dan? Hey, ik heb een brief gestuurd naar Jan Verveer en naar Ulrike. Zij is de persoonlijke assistent van Joop van den Ende. Ja. Ik heb natuurlijk gevraagd, hoe is het nu met Joop? Want Joop is gedotterd donderdag. En ze zegt, nou, hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze zegt, en ik zelfs heb hem ook niet gesproken. Maar hij gaat waarschijnlijk morgen het ziekenhuis uit. En ze zegt, hij is zeker niet bij de kick-off meeting de 13 april. Nee. Dus ik zeg, nou ja, lekker dan. Tenminste, ja, die man moet gewoon beter worden, dat is het belangrijkste. Ja, het is, nou, wel, dat is wel weer wel jammer. Ja, want hij is natuurlijk wel degene waar het... Ook de aanjager. Aanjager. Precies. Ja. En ik denk nu dat we ontzettend in tijdnood gaan komen. Ik zie de show gewoon niet in december in première gaan. Nee, ja, maar goed.
Ja, maar zij snappen jouw vak niet volgens mij. Ja, ze maken het, ze kunnen zij hebben nog nooit een magic show gemaakt zoals deze. Nee. Nou, dus ze hebben geen vergelijksmateriaal. Jij kan het beste inschatten wat dit voor tijd kost. Ja. Ja, wil je nou niet even... Stop nou even! Dan ga je direct je kaart in de risotto schieten. Schrij uit. Dan doe je maar binnen. There is of course a question about why do we do a cooperation with Hans Klok. I think it's a very clear and clean answer to give to this question, because we believe in the talent of Hans, that's all, and we want to make him really become the number one magician in the world. So, which is a very ambitious goal. Right? We have a substantial budget prepared to create this show and find new tricks which can be performed by Hans. I have a feeling that we all have very individual projects to get the new illusions on board, and it will take what can I just say? So from my angle, I need as soon as possible the green light on basically on a list. That's what we want for sure. And I mean, I think, can I say, for those of you who don't know around this table, is that there are very few people in the world who make illusions. Probably you can count them on one hand. Yes. And they are busy. So it takes on average 6 months with a downwind to get an illusion. So we they never work. When you start working with them in the beginning, they never work. So, well, I think you have the experience with Sigmund Roy as well. And that's why we have to hurry up with ordering some of the stuff, you know. And unfortunately, the majority of people who make good illusions are in America. Tweede acte nog voor Bill. 451. En de tweede acte van de show, wat hebben we voor Bill, wat we nog niet gisteren besproken hebben? Mm. Nou, dus ik moet één gevaarlijke illusie nog hebben. Want die slicer waar ik in zou gaan, daar ga ik niet meer in. Oké. Dus zoiets moet ik hebben. En dan hebben we bombuis. Nou, dat hebben we allemaal voor de dame hier op een spouse. Oh, this is the box? Right, the girl goes in. Right. But it's up, it's, the thing is up here. Right. Slide her neck in. Then you turn the cranks. But this is up to here first. It goes down. All right. Then you crank this one, it goes up. Yes. And then she's... She's compressed. Compressed. This is going to be a girl, right? Yeah, that's much better because she can be... Yeah, right, much flatter. Smaller. All right, great. Now we have the bump, the cheese, the Gemini, the shrinking girl, the twister, the elastic boy, right. The backstage, the extreme, and there's something with a little dog, a klein hondje. And the new one. Oh, that's the extreme, you call it extreme. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and a half. Half is the dog. Right. 8 and a half. Die hond gaat niet mee. Help je te zeiken, die hond gaat gewoon mee. Dan zit ik met die hond de hele tijd. Die kan ik niet de hele tijd bij mijn moeder laten.
Ja, maar je bent continu onderweg. Dan heb je een hond in een bus. Ja, nou, en dan heb je, ik bedoel, dan kom je in een hotel waar die hond niet binnen mag. En dan is er weer een... Recht. We hebben gewoon, er is gewoon een dog assistant. Iemand die hem uitlaat. Iemand die er lief voor is. Een doggy sitter. Een doggy sitter. Ik bedoel, zoveel mensen hebben we nog niet op de productie. Ik zou er ook niet een goedkope kracht voor nemen. Gewoon een volwaardige, full-blown salary. Yes. Iemand met een vast contract ook waarschijnlijk. Gewoon 5000. Loopt die hond na een week weg en dan hebben we een doggy sitter. Ja. Dan moeten we daar een truc voor bedenken. Ja, die hond kan niet. Het is zo'n lief hondje. Ik ga nu gewoon hier wel naar links. Ik zou hier naar links gaan, Jan. Maar wat we wel aan het eind van de week moeten hebben, Hans, is dat die lijst met die illusies, die wordt niet meer veranderd. My cards are here. Oh, you here? You have them. Yes. Stop it, Jim. How you doing, man? Nice to see you. I got the I brought Don Way with me. Hey, God! So how can I help you? What can I help you with? Yeah, I have a question. Look, I do the Cardini appearance from here. Okay. Yeah, do it for me, because I'm down here. But then with the other hand, I do this, but you see the angle. It's bad. You need another production, because you're flashing out the bottom. And it actually disturbs the good one. Right. So there, you have a very crisp single in that hand. Okay, now, I saw your show, and there was very steep balconies. It was like third balcony up. People were looking straight down. So you want to get into a position where your cards are hidden. Right. So that the audience cannot see them. And you have also have the option of doing that spin, right? That's a great one. Yes, it is. And then what you can do is when you get this, I just step back a little bit more here. Is that when you get the fan here, you get a single here. Hold the single here. Don't throw it away. Yeah. Because your hand's vulnerable. Now when you produce a single over here, I can take that single, spin it up in the air, catch it, do another one over here, maybe a spin over here, fire, come up beautiful. Over here. Yeah. And then you get more acrobatics by able to do the spin. Boom, boom. That's a beautiful production. So we can work on that, and that will give you not only a better angle-proof card production, but it'll give you more acrobatics in the show, more levels to the show instead of just straight card productions. Cool. And no one's doing that in Europe. Right. Right. That's it. You get it. It takes me always forever to learn something new. But anything, if it was easy, everybody would be doing it, right? You'd have everybody doing it. For the spin. That's, you're getting it. Here, let me help your hand a little bit, get the motion. I think it's really... I have another 6 months to go. So where's your next big show? What's the next big show? I have no big show, actually. I'm together with a big company called Sage Entertainment. I used to work for Joop van Ende. Yeah, right. Well, it's from him. He's the owner. Mm-hmm. And he said to me, don't perform anymore for the coming year. But actually, we're only working on the show. It's a huge traveling show with an own stage in the arenas. Are you going to bring the show to Vegas? I don't know. Vegas is not really waiting for another magician, I think. No. They all want to come here. Uh-huh. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om je hier te handhaven, om... Als een casino zegt, oké, we gaan met Hans Klok in zee, dan moeten we hem eerst beroemd maken. Dus dat gaat er al 10 miljoen daaraan op. Aan adverteren dat je op elke taxi staat, dat je bij Oprah Winfrey in de show als gast komt, noem maar op. Dus dan gaat er een heel team aan het werk. Maar dan moet je je wel committen voor 10 jaar bijvoorbeeld, dan moet je hier gaan wonen. Nou ja, Vegas is leuk, maar als je de omgeving ziet, het is wel een woestijn. En daar ga je dan wonen. Ik denk dat het toch wel een behoorlijke inbreuk is op je private life.
vanochtend werd ik ook een beetje met buikpijn wakker en dacht ik, jezus, ik zou zo blij zijn als die show er is. En er moet gewoon zoveel gedaan worden. Het is echt, het is nog niks. Het is nog geen kostuum gemaakt, nog niet eens getekend. Hij moet nog wel gelegd worden. Evening show now, eh? Yeah. That's nice. Three shows a day. Wow. 16. That's a lot. Yeah, I can imagine. Tired. At least you put a lot of energy in your show. I can't say that from all the performers here in Las Vegas. That's true. And you get tired here because, you know, we're working on the new show, so we had a lot of meetings with everybody here in Vegas. And we almost have to sit in the hotel room to find a quiet place because everywhere else you hear this ping ping from the scanning machines. Yeah. I think it's pretty hard. Like you live here, you know. How can you live in Vegas? I do the shows and then I get off the strip as quickly as I can. What? I leave. I go home, I turn off the sound, and I chill out, you know, and get in the pool and what? You have to. You're so tired. You know, you've just entertained 1,000 people and you're just tired. Right. I cannot imagine how it is to play in Vegas for such a long time. The longest contract I ever did was a 9-month contract on one place in a fun park, you know? And so, like you, who's working here now 6 days a week, 3 times a day, for 10 years. 10 years. That's, you should go on tour again. You need some free time, guys. Maar waar doe je het uiteindelijk allemaal voor? Niks is natuurlijk vergankelijker dan roem en helemaal in ons vak. Een filmster laat nog films na, een schrijver laat nog boeken na. Wat laat je na als magician? De herinnering? Een dvd misschien? Niet veel. Je moet altijd zelf genieten. Als ik heel nerveus ben, ik stond een keer in Carré, was ik heel nerveus. En toen dacht ik, wacht, ho, stop nu. Ik sta in Carré, altijd als een jongetje willen staan, nu sta je er. Moet je niet zeiken. Jij gaat eerst zelf heel leuk hebben. Want dat verdien je eigenlijk wel. En daarna die andere mensen. En dan ga je zo met een ander gevoel op. Je moet altijd daar vechten tegen die zenuwen. Weet je. Die heb je toch wel, die zenuwen. Jij moet vooral ook een hele leuke avond hebben. Ik ga dit gewoon doen tot mijn 60ste en daarna vreet me helemaal vol. Altijd willen doen. Toch heerlijk? Met de nieuwe cadeautjes. Ja, het is alleen jammer dat je ze nooit zelf uitpakt. Nee, daar heb ik mensen voor, hoor. Nieuwe windmachines. That's actually my brand, my image. Famous about wind through my hair. Oh, Don, the smell of a fresh illusion in the morning. You can't get better than this. Every time a load of stuff comes from America, like these huge illusions or all this weirdness, you know, we think, guys, that's another trailer, you know. The most professional people, most professional stuff we now have.
we're getting used to it now, but it's really mega. It's the real stuff. We've got like 17 or 18 ton hanging in the roof. When we first came here, we had to build these towers to keep the roof up. Ik wist dat we een grote show gingen maken, maar dat hij zo groot zou worden, dat is nooit geweten. Nou, alleen de show nog verkopen. We miss that family thing a bit, because we've all blown out from each other now. I mean, I used to see Hans nearly every day, but now I maybe speak to him once or twice a week, you know. But when we see each other on stage, I'm running around doing something and Hans sees me, we kind of wink at each other. You know, he walks past me, screams at me and thumps me and laughs, and I think, yeah, that's the Hans we know. You know, walks in, beats you up and then gets back to work, you know. That's when he's happy, he starts hitting you. I miss that. I miss being hit by Hans. I'm like, hit me. You don't love me anymore. Ton. Hey. Hoe is het? Nou, nog steeds geen bericht gehad over overuren. Nee. Het is niet bij de salarisadministratie. Dus, Gaan we morgen naar huis? Nou, als, het moet morgen geregeld zijn, anders ga ik naar huis, ja. Je hebt gelijk. Dus, neem maar iemand anders in de zij. Ja, precies. You don't have to rush it. I think you definitely should definitely take it slower. Yeah, definitely take it slower now. Ik denk de teleurstelling die er gekomen is, is zeker het afgelopen jaar Joop een heel duidelijk deel heeft ontbroken in het bedrijf, binnen het bedrijf. Joop is opeens weg. En er zijn andere mensen die dat natuurlijk wel in gaan vullen. En er zijn ook, die mensen zijn allemaal heel erg aardig. Maar ik denk dat het voor Hans heel erg op de persoon was. Dat was absoluut verbonden met Joop van den Ende. Actie, ja! Ja, kijk eens, daar hebben we hem. Ja. Als je produceert, Bert, dan is het altijd even die lach, hè? Ja, ik produceer, maar ik blijf hem produceren. Jij daar produceren, hup. Ja, kijk, dit is goed. Heel goed. Oké. Oh, kijk eens! Beste voor het laatste bewaard, zie ik al. Ja. Ik heb er soms een beetje. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Nou, die is leuk. Ja, leuk hoor. Heb je er genoeg? Ja. Ja, hè? Het is vrolijk, hè? Ja. Maar de brochure wordt niet met jullie... Jullie gaan nooit allemaal op één foto. De brochure wordt verschillende foto's. Snap je? Ja. Bieden we aan bejaardenhuizen volgende zomer. Dan kunnen we een heel toertje gaan maken. Maar dan kunnen we ook een duur en een goedkoop programmaatje maken. Een programmaatje van 2 uur, een programmaatje van 1 uur. Een los programmaatje voor jou. En ik vind jou van de hele groep toch wel een van de dragers. En misschien... We moeten maar even kijken. Je hebt zoveel ervaring. Het kan best zijn dat ik jou alleen overal wegzet. Lijkt me gewoon een beetje. Ja. Dus we proberen gewoon een hele bejaardentournee. Natuurlijk. Het is hartstikke leuk. Natuurlijk, ja. Dat is helemaal super. Okay. Ik ga ervan uit. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat Hans bij Van den Ende blijft. Dus de gedachte om zo ooit weer wat met Hans te doen, die komt nu niet bij me op. Maar het moeilijkste moment vond ik dat Hans naar Stage Entertainment ging en ik niet eens uitgenodigd werd om eens te komen praten van hoe ik het met Hans gedaan had. Dat vond ik, dat heb ik wel als een belediging ervaren. Ja. Maar wel, doe iets. Ja, doe iets. Ja, precies. No. Leuk. Kijk in die camera. Ja.
De tour van Hans Klok in Duitsland staat op een losse schroef. Er doen nogal wat tegenstrijdige verhalen eronder, Albert. Ja, zaterdag hele grote pagina in de Telegraaf van hij gaat een internationale tour doen. Gisteravond kon ik melden dat dat niet doorgaat omdat er te weinig kaarten verkocht zijn. Niet echt een tournee gepland is. Vandaag werd er in de krant weer wat andere verhalen over gezegd. Nou, wat er nou precies aan de hand is, er wordt gegoocheld met cijfers, kunnen wij wel zeggen. Ik had dit nooit verwacht. Ik had gedacht, nou, ik zit nu bij States Entertainment en nu gaat het balletje rollen. Stop nou. Ik had ook gedacht dat zij een enorm netwerk hadden. En we doen de première wel, maar daarna is gewoon even niks. Het was ook wel iets waar ik voor gewaarschuwd had. Ik heb zo vaak gezegd, jongens, waar blijven die boekingen? Waar is die agenda? Waarom staan er geen optredens gepland? Ja, dat komt allemaal goed. Jij moet je bemoeien met je optreden en vooral niet met de organisatie. Maar het is wel ontzettend balen. Echt, ik ben eigenlijk ontzettend boos. Maar daar heb ik alleen maar mezelf mee. En ik kan nu beter gewoon concentreren op al die nieuwe trucs. Dat ik gewoon die ken. En daarmee verder gewoon. Ja. Tja. Het is wat, hè. Kijk, niet dan. Bobby, fuck op. Oh, gek van. If Hans was not to perform for half a year, he'd go crazy. I think he'd really get bitter. Hans really needs to perform. We all do. We all need that feedback. It's great when the curtains open and you go for it. Hans needs that attention a lot. He is addicted to the public, absolutely. It doesn't matter what. It can be a small 50 people. It can be 4,000 people. If you've had a show, something releases in your body. And Hans definitely, you know, he's addicted to it big time. Yeah, Hans has got all these laughing lines on his face. Even if he's got a normal face, you can see that he's a happy, happy guy. I think that all these lines had slowly I think it would age him incredibly if he didn't perform for half a year. He couldn't handle it. I think he'd become an alcoholic. He'd be hanging around in bars. He'd be on the street. He'd never go home. He'd go crazy. He'd go absolutely nuts. So the Open Entertainment thing has to get used to the fact that don't put us on hold. Don't do that. Otherwise, we'll book our own shows and do it anyway, you know. Oké. Ja? Dus. Die. Daar. Ja. Man, met die zilveren schoen is de directeur van Jan van Ende Producties.
Hey Mike, nice to see you, man. Yeah. Great shoes. Ja. Hoe is het? Heel goed, ja. Ja, goed. Ja, geweldig. Wat moet opgelost worden? Ik had begrepen, er ging een wereldtournee, zou in januari van start gaan. En dat is wel een beetje op de lange baan geschoten. Nee, nee, dat is niet juist. Dit is een wereldtournee. Betekent dat je met een show de komende 3 jaar de wereld overgaat. Nou, niet de hele wereld. Er zijn allemaal andere landen waar ze überhaupt eten niet eten hebben. Dus daar ga je niet heen. Maar het zal niet de laatste keer zijn dat wij... dingen moeten bespreken die anders gaan als we hopen dat ze gaan. En dat heb ik Hans ooit beloofd. Hans, we gaan een show maken die een internationale standaard heeft. Nou, je bent afhankelijk van lokale producenten, lokale promoters zoals het heet. En die moet je enthousiast maken, want die moeten een stukje risico mee. Hij neemt risico, maar die promoters ook. En dat risico nemen voor iemand die nog niet wereldberoemd is, dat is echt bouwen. Het is gewoon hard werken om het te bereiken. En we weten pas over 3 jaar of we het bereikt hebben. Zo is dat. So, hello everybody. Maybe you know, but I would like to tell that I was out for 6-7 months. I'm here to tell a little, I'm back in the business now, back in the office. I joined the team to make this whole project till a success. And 2 weeks ago, Mike Blocko and the whole management team of State told me the problems we had to find the right promoters. But we are optimistic. The first real serious reactions are there. Dus I'm happy to say to everybody we can play January, February, March. And I hope also April. This is my message today. I hope you like it. Yeah. Okay, yeah. Thank you. Joop is terug. Ik ben echt, ja. Ik ben echt heel blij daarom. Want hij move dingen, weet je. Hij zegt wel, nee, die tour gaat wel door. We gaan gewoon naar Zwitserland, we gaan naar Basel. En hij regelt dat. Het is voor hem 1 telefoontje. Andere mensen moeten 500 brieven gaan schrijven. De plannen zijn open gaan in juni in Las Vegas. Dat moet je voorstellen. Want, zo snel. Ja. Maar je hebt natuurlijk, je moet een hele nieuwe een Amerikaanse cast hebben en crew. Want je krijgt voor niemand, ik krijg voor mijn 3 meiden nog een green card. En misschien nog voor nog 2 mensen, maar dan houdt het gewoon op. Ja. Maar ik denk dat het voor het hele bedrijf heel bijzonder is, want ze hebben nog nooit een show in Las Vegas gehad. Ja, dan moet je eerst nu vanavond je best doen hoor. En anders kan ik altijd nog... Terug naar de Efteling. Ja. Het is een show dat er geen energie is. Nee, maar dat ligt niet aan jou. Wat dan? Nou, ik zie soms dat... Dat is mijn broer trouwens. Oh, ja, we hebben elkaar zo een keer ontmoet. We hebben elkaar ooit een keer ontmoet. Mijn broer heeft altijd met mij een zaak gehad. Nou, vind je het leuk of niet? Ja, al hartstikke trots. Ja, dus, Nou, een paar kleine dingen.
vind die nieuwe druk in plaats van het bed veel beter. Ja, veel beter. Was slechter. Ja. De Parijstekst, die vond ik, die moet mooier. Maar Vegas komt om de hoek kijken. Ja. Dat weet je nou. We hebben een in principe een deal. Maar die wordt morgen, voor de kerst, wil ik een soort basisovereenkomst getekend hebben. En daar zijn we in gesprek met een aantal namen. En die moeten we in gaan brengen. Dus ja. We moeten een truc brengen. Dan heb ik één vraag. Die truc, ik vraag bewust niet hoe alle trucs werken. Dat wil ik ook niet weten. Een aantal weet ik, maar een aantal weet ik niet. Dat vind ik juist leuk. De truc waarin die assistent erin gaat en die draai je op. En die gaat samen met die maten erop. Ja. Is dat voor een Pamela Anderson mogelijk? Ja, zeker. Ja? Maak hem ietsje groter aan de voorkant. Ietsje weer. Ja. Want het lijkt mij een goede tekst. Ja, als die ze daar in een leuke grote talkshow je doen met die vrouwen erin, begrijp je wel. Ja. Dus dat is haalbaar. Ja, absoluut. Okay. Dus wat we moeten doen is wat ik wil is dat in een van die momenten van de audities voor een assistente, daar komt dan een celebrity op. Ja. Nou ja, die is een stuk, ja. Die set is dan eens. Ik kom rond 18 april, kom ik naar je toe pas. Ik wou het even weten, ja. Dan neem ik alles mee. Ah, leuk. Als iets niet lukt, dan bel je me gewoon heen. Ja. Sorry dat het wel lukt. Ja. Nee. Zien we. Ga je tijd. Kees, ja, bedankt. Ja, bedankt. New King. Ja, ja. New King of Vegas. Ja, ik hoop het wel. Ja, hey, ik ga het maken, hè. Ja. Spring niet half van het ding af. Nee, doe het voor je enkels. Nee, doe het niet. Nee, doe het niet. Hij zegt, Hans, ik geloof in jou. Hij zei ook, hij zegt, ik heb tegen mijn vrouw ook gezegd, tegen Janine. Die vroeg van, waarom ga je nu, je hebt zoveel bereikt, waarom ga je nu weer met Hans Klok zo'n heel avontuur aan? En hij zegt van, nou, ik denk als er iemand het zou kunnen maken dan daar in Las Vegas, dat jij dan wel die persoon bent. Dus dat gaat wel zo van, oké, weet je, maar het klinkt misschien soms stom, maar soms verwacht je ook dit soort hulp. Als je namelijk zo lang voor iets gaat, dan is er op een dag iemand die dat oppikt. Zoals Joop van Ende dat nu doet. Dat kan dan niet uitblijven. Ik ben heel dankbaar voor de enorme kans die ik krijg. Want als ik ooit dichtbij ben om wat ik wil bereiken in mijn leven, dan ben ik dat nu. Maar ik heb toch iemand nodig die er altijd is. Want ik heb me de laatste afgelopen maanden ook heel vaak heel alleen gevoeld. Ik kom er niet uit te. En in dat opzicht mis ik een vertrouwenspersoon. Gewoon iemand die er altijd is voor mij en waarmee ik alles kan bespreken. You know what's so funny? You look like Pam Anderson's mom. Oh, yeah? Yeah.